Hoe bereid je je voor op je eerste vergadering? De eerste vergaderingen en debatten komen eraan. Kijk je met angst en beven uit naar deze vergaderingen? Krijg je al knikkende knieën bij het idee te moeten spreken voor een grote groep? Ik heb 5 tips voor je. Tip 1. Spreek positieve, bemoedigende taal tegen jezelf. Dit is grappig, dit is bijzonder. Kijk mij nou eens. Ik heb de kans om te spreken voor deze groep mensen. Die taal is ontzettend belangrijk om de juiste focus te houden. Je passie en je doel moeten groter zijn dan je zenuwen. Tip 2. Een hele belangrijke tip. Focus op wat je wel wil en focus niet op wat je niet wil. Dit noemen ze ook wel, denk niet aan een roze olifant. Wat zie je nu voor je? Toch weer die roze olifant. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld zeggen. Zeg geen zeg je toch weer Dus focus op wat je wel wil. Tip 3. Je belangrijkste houvast is de kernboodschap en een aantal trefzinnen. Wat is het belangrijkste dat je wil dat overkomt? Onthoud die trefzin, schrijf hem op en gebruik hem als houvast. De trefwoorden daaromheen, die vormen de structuur voor je betoog. Aan de hand daarvan kun je op natuurlijke manier vertellen. Tip 4. Als je toch tekst uitschrijft, lees het dan niet op met een opleestoon. Je kunt de tekst uitstekend voordragen op een manier waardoor het lijkt alsof je het echt meent. Spreek het uit met passie in je stem. Je meent het echt, je vindt het belangrijk. Onderstrepingen, uitroeptekens, cursief geschreven, kan daarbij helpen. En natuurlijk oefenen. Tip 5. Wees niet te streng voor jezelf. Een hapering, het zoeken naar woorden, dat hoort erbij en is allemaal niet zo storend. Je passie en je doel dat je wil bereiken, dat is belangrijker. En na een tijdje zul je merken dat het lijkt alsof je nooit anders gedaan hebt.